Ja, CMD is een hele toffe opleiding om hele toffe producten te maken. Maar voornamelijk hele toffe producten te maken samen. Ik ben Henk van der Velde. Ik ben afgestudeerd CMD'er en ik heb samen met twee oud-klasgenoten van CMD een video- en animatiebedrijf. Die heet Hekje. Het gaat heel goed. De klussen worden steeds groter, opdrachten worden steeds interessanter. Meer hooi op de vork en dat nog steeds kunnen maken. Dus dat is heel leuk. Een beetje out of the comfort zone. En that's where the magic happens. Dus dat zien we wel vaak voorbij komen. En dat is heel interessant. Dat je dingen gaat maken waarvan je eigenlijk denkt van ja, ik heb geen idee hoe ik dit nu ga maken. En uiteindelijk komt het wel goed. Dus dat is heel leuk. Hoogtepunt van de opleiding was eigenlijk dat ik dus DNP heb gedaan, de minor. En dat wij daar eigenlijk mijn huidige bedrijf zijn begonnen. Dus dat wij twee gasten die ik wel eens had gezien op de opleiding, waar ik wel eens een project mee had gedaan, dat wij dachten van, oh ja, dit gaan we oppakken, dit lijkt ons leuk. En die leraar zei, doe wat je leuk vindt. En dat gingen we doen. En uiteindelijk is dat nog steeds het bedrijf waar ik nu voor werk en waar mijn hart in ligt. Best moment. Best moment. Ja, dan toch presenteren. Je loopt naar iemand als Claire Boonstra en je zegt, goh, doe jij hier nou eigenlijk? En je zegt gewoon van, ja, wat is jouw gevoel hierbij? En dan laat je gewoon iemand praten. En dat smaakt naar meer. Ik heb altijd het idee gehad dat ik niet opgeleid ben om dingen te maken, maar dat ik wel opgeleid ben in hoe je dingen gaat maken en dat je een bepaalde manier van werken hebt die wij nu ook nog steeds merken in het bedrijf en ook met stagiaires nu nog steeds mee bezig zijn, dat je leert met elkaar communiceren en dat je leert met elkaar samenwerken en dat je leert keuzes te maken en dat je leert fouten te maken en daar weer van kan leren. Ja, ik vind het toch dat met z'n drieën doorhalen om uiteindelijk toch op te leveren wat je op wilde leveren. Dat soort momenten, dat vind ik echt lekker. Dat geeft me echt een lekker gevoel. Dat je echt gewoon knalhard aan het werk bent, de hele dag al in touw bent en dan eigenlijk compleet instort, maar toch doorgaat. En dan is het echt van, yes, hij staat erop, nu kunnen we echt gaan slapen. En de volgende dag weer net zo hard. Ja, dat vind ik echt lekker. Ja, CMD is een opleiding waar je heel veel uit kan halen. Maar dan moet je het wel zelf willen. En je moet er zelf heel veel energie in steken. Want als je er heel weinig energie in steekt, dan kan je het misschien ook halen. Maar dan heb je er gewoon veel minder aan. Als je er heel veel energie juist wel in steekt, heb je hele goede portfolio producten. Zien andere mensen dat je goed kan werken. Willen ze jou uiteindelijk misschien wel inhuren in plaats van niet. En wat je voornamelijk leert bij CMD is kijken naar hoe je werkt, kijken hoe je zelf bent en jezelf laten inspireren door andere mensen, door andere dingen. En dat is de kracht van de opleiding. De opleiding geeft jou ruimte om jou te ontplooien. Ja, het is absoluut iets moois waar we echt een heel goed gevoel terug mogen kijken. Het werkt gewoon lekker. Gefeliciteerd, mannen. Ja, dank. Hekje. Kijk, dit mag. Dit mag. Dat is slecht, hè? Ik dacht aan het begin van de opleiding, oh, ik denk dat ik heel erg 3D dingen heel tof lijk. En dat het me helemaal niks lijkt om dingen met web te doen of iets dergelijks. En uiteindelijk ben ik heel erg planmatig bezig. En ben ik heel veel opdrachten aan het inplannen en documentatie aan het schrijven. En dat vind ik eigenlijk ook heel erg tof. En af en toe doe ik content en af en toe doe ik ook wat webdingen en social media dingen. En dat alles bij elkaar maakt dat ik elke dag met plezier mijn bed uitga. En als ik op vakantie ben, dat ik denk, ja, ik ben nu op vakantie. Maar eigenlijk wil ik echt donders graag weer aan het werk, omdat ik gewoon een hele goede baan heb.
Als ik mezelf zou moeten editen, denk ik van, nou ja, die gast heeft wel op zich wel oké dingen gezegd om een leuk interview van te maken.